Duizenden hebben vandaag deelgenomen aan de protestactie in de binnenstad van Paramaribo. Op initiatief van de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravakzuur, heeft een groot deel van de gemeenschap massaal geprotesteerd tegen de verhoogde brandstofprijzen. Geëist wordt dat de regering deze prijzen terugdraait. Behalve Ravakzuur zijn ook de onderwijsbonden onder leiding van Wilgo Valies. ...de winkeliers- en ondernemersvereniging in Suriname, WOVS... ...en het bedrijfsleven niet te spreken over de nieuwe benzineprijzen. De vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft haar leden daarom geadviseerd... ...hun personeel de ruimte te geven hun stem te laten horen. De meeste winkels hebben daarom de deuren ook gesloten gehouden tijdens de protestmars. Robbie Berenstein, coördinator van RAVACSUR, praat over een geslaagde manifestatie... In zijn toespraak op het plein, op het onafhankelijkheidsplein, zei hij dat dit een duidelijk signaal is naar president Daisy Boutersen. Berenstein benadrukte dat dit pas het begin is. Volgens de vakbondsman zal de strijd niet gemakkelijk zijn. Ook Valies is tevreden met de spontaniteit tijdens de eerste protestdag. In gesprek met journalisten zegt hij dat de leerkrachten ook tegen de verdere verarming van het volk zijn. Ze zullen de strijd ook voortzetten totdat de prezen worden teruggedraaid. De protestacties gaan morgen gewoon door.